broeders en zusters, hartelijk welkom in onze Christengemeente Bundemeersen. Ook namens de heer Morris jullie welkom. Er is vanavond bij Christian gebedsavond en woensdagavond bij ons thuis Bijbelstudie. En we hebben nog een jaar in de middag gehad, of vandaag. Ik weet niet precies, denk vandaag, ja. Dat is Gijsbert. Gijsje, van harte proficiat, ja. Namens de ganse gemeente. En God zegen toegewend, ja. Ook de Schuiberkes was de onder de gemeente zetskind. Blieven doen. Dat vind ik toch prachtig. Dat is echt een mogelijke keer ook een zaak geworden, ja. Een steunpilaar, soms in het onzichtbare en soms in het zichtbare. Blijf dat doen. Al voor we de dienst gaan beginnen, gaan we de drietal liederen zingen. Het eerste lied is 322.
laatste lied zingen we 183. We hebben met elkaar enkele weken geleden een kerkraad gekozen. En zoals gezegd in aanvulling, daarop zoeken we nog twee personen om het team weer compleet te maken. Dat we weer met een nieuw mandaat, met een nieuwe stem vanuit de gemeente, weer een team van 5 personen hebben waarmee we het rijlen van de zeilen van de gemeente behartigen. Ik heb daarvoor weer een aantal formulieren gemaakt waarmee u namen kunt indienen voor deze 2 personen. Dus dat zijn dus de mensen die in de kerkraad zijn gekozen. Die kunnen natuurlijk niet gekozen worden. Maar verder kan iedereen vanuit de gemeente daarvoor gekozen worden. Dus jullie krijgen daar een formulier voor mee met het verzoek om dat uiterlijk volgende week weer in te dienen. En dan gaan we daar verder mee aan de slag. We willen ook jullie gebed daarvoor vragen dat de juiste mensen worden gekozen. Nog 1 andere mededeling. Er is aanstaande donderdag is er een klassesvergadering waarover ons verzoek tot aansluiting als missionaire gemeente bij de Christelijke Gereformeerde Kerken wordt vergaderd. Dus dan zal daar in principe ook een beslissing over worden genomen. Dus we willen ook vragen of dat jullie dat in je gebed wil meenemen. En we hopen dat daar spoedig duidelijkheid over ontstaat. Ja, morgen staan als je voorgaat. Goedemorgen iedereen, ook namens mijn vrouw die daar zit. We zijn samen ook een paar dagen al hier in het zuiden geweest bij onze dochter, Arisha, die u kent. Ik ben Rutger Maurits, beroepbaar hervormd predikant in de protestantse kerk en als vrijwilliger werk ik bij de stichting Net Foundation, die zich bezighoudt met het helpen van predikantenopleidingen wereldwijd om hun curriculum, hun werk zeg maar ook via internet te kunnen geven, zodat niet alleen voorgangers ter plaatse kunnen studeren, maar ook voorgangers uit een hele regio via internet de lessen kunnen volgen. En als u weet dat voorgangers wereldwijd, dat er zo'n 80% minimaal geen opleiding heeft gehad om voorganger te zijn, dan snapt u daarmee dat de nood heel erg groot is.
En het is misschien ook wel leuk om te vertellen dat we onder andere contact hebben met Pakistan. Vorig jaar zijn daar onze directeur en Gert Nieuwenhuis geweest. En ook daar wordt een predikantopleiding geholpen van de kerk in Pakistan om hun curriculum in heel Pakistan te kunnen geven. Ik stel voor dat we een moment stil worden en persoonlijk de dienst kunnen beginnen. Beleiden we nu onze afhankelijkheid van God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van de ene generatie tot in de andere, en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. We zingen samen Psalm 84, vers 1 en 2. Dat is nummer 19 uit op toonhoogte. Nummer 19 uit op toonhoogte. Dat is Psalm 84. Die zingt over het zijn in Gods huis. 84, 1 en 2. Nummer 19 uit op toonhoogte. Misschien gezien in de gemeentegids dat er vandaag stond.
En dat is tot nu toe geen gewoonte, begrijp ik, in de gemeente. Dus het overlegteam is het nu nog, denk ik, heeft gevraagd om er een paar woorden aan te wijden. Maar ik hoorde het pas woensdag en dan had ik mijn preek al klaar. Dus hij gaat wel de preek over de Heilige Geest, het thema van dit jaar, maar niet over biddag. Biddag en dankdag is een gewoonte in sommige christelijke kerken in ons land, sommige streken, om zeg maar aan het begin van het nieuwe seizoen, de tweede woensdag in maart, te beginnen met een speciale dag om de Heere te vragen om zijn zegen over het seizoen. Het heet ook biddag voor gewas en arbeid, zeg maar. Dus ontstaan in een landelijke setting, gewas, de zegen van God nodig om de gewassen te laten groeien en arbeid, al het werk wat mensen doen. Dus er zijn streken waar nog een hele dag apart wordt gezet, streken waar men 's avonds een dienst heeft en andere waar dan de zondag daarna speciaal een preek over het bidden en thema over biddag gaat. Nou, het is de bedoeling, denk ik, dat het hier ook in te voeren als dat past. Dankdag is de eerste woensdag in maart, dus er kan nog een hele poos over nagedacht worden hoe we dat gaan doen. Biddag dus tweede woensdag in maart, dankdag eerste woensdag in november. In november uiteraard, dank je. Dat is dan aan het eind van het groeiseizoen, zeg maar, om de Heere te danken voor de groei van de gewassen, voor de oogst en om de zegen weer te vragen voor het winterseizoen. Vanavond is gebedsavond, heb ik gelezen, dus het lijkt me goed dat er vanavond nog even wat extra aandacht aan die biddag, aan het gebed wordt besteed. Ik wil als moment van verootmoediging vanmorgen lezen uit de eerste Petrusbrief, 1 Petrus 2, en daarvan de eerste 10 versen. Daarin lezen we de wil van God voor ons leven op de manier zoals Petrus die schrijft. Dat gedeelte komt ook weer terug aan het einde van de preek, dus dat past dan mooi in het geheel van de dienst. Ik lees 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10, en daarna zingen we Psalm 86, dat is op toonhoogte 20. Leer mij naar uw wil te handelen, laat me in uw waarheid wandelen. Voeg geheel mijn hart tezamen tot de vrees van uw naam. 86, 4 en 5 op toonhoogte 20. Petrus schrijft als volgt, 1 Petrus 2. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Amen.
tafel samen bidden om een zegen over deze dienst. U danken we, Heren, voor de zondag. Voor een dag aan het begin van een nieuwe week om tot rust te komen. Om te denken wie u bent. Om u te ontmoeten onder uw woord hier in de dienst, maar ook thuis als we de Bijbel open doen of vanavond op de gebedsavond samen in gebed gaan. Een dag aan het begin van een week om zo de week te beginnen met u in de rust van u en de vrede die u wilt geven. Bedenkend, Heren, dat dit de dag van uw opstanding is, Heer Jezus. De dag waarop u bent opgestaan uit de doden en de dood hebt overwonnen om dat te laten zien en om uw werk uit te delen aan mensen door uw Heilige Geest. Er is nieuw leven mogelijk in uw kracht en door uw lijden, dood en opstanding. Dat hebben we heel hard nodig, Heer, om daar elke week weer aan herinnerd te worden, zodat we niet maar doorleven met alle drukte die er kan zijn in het leven. En we bidden of u vandaag er ook zelf bij wilt zijn. Dat hebt u beloofd, waar 2 of 3 in mijn naam bij elkaar zijn, dat u daar in het midden zult zijn. Het is geen automatisme als we naar onszelf kijken en we een moment van verootmoediging hadden, wat de bedoeling is van ons leven, wat u ons oproept om een heilig volk te zijn, een koninklijk priesterschap. Daar schieten we aan alle kanten aan tekort, ook in de afgelopen week. Dat beleiden we u en we bidden of u ons wilt vergeven. En we danken u dat we dat mogen weten, als we met belijdenis van zonde schuld tot u komen, dat u ons vergeeft, dat u trouw bent en rechtvaardigt en ons al onze zonden steeds weer vergeeft, door het werk van de Heer Jezus Christus. En zo mogen we ook deze zondag weer als nieuwe mensen beginnen, deze nieuwe week als nieuwe mensen ingaan. En als het gaat over het werk van uw Heilige Geest en de zalving daarmee, bidden we of u, o Heilige Geest, er ook zelf bij wilt zijn en in ons midden wilt zijn en in ons hart wilt zijn en ons uw zalving ook deze morgen wilt geven, dat we dat merken. We danken u voor uw woord, de Bijbel. Als die open mag zijn hier zonder enig probleem in alle vrijheid, bidden we dat het ook open mag gaan voor ons hart, voor ons leven. Dat de deur van het woord als het ware open zal gaan en we daar doorheen naar binnen zullen kijken en het geheimenis van de Heer Jezus Christus mogen zien, zijn grote liefde voor zondaars. En ons daar opnieuw over verwonderen. Hier wilt u bij ons zijn in spreken en luisteren, in bidden en zingen. Hier en straks ook als de kinderen bij elkaar zijn voor de zondagsschool, zegent u ook de leiding van de zondagsschool. Wilt u in alles bij en met ons zijn. Als mensen ook later deze dienst zullen horen of zien, wilt u ook hen dan zegenen. Zegent u uw kerk wereldwijd waarmee we ons verbonden weten. Laat zo uw koninkrijk ook vandaag gebouwd worden, tot aan de einden der aarde. Vader, we vragen het u, om Jezus wil. Amen. Dan zijn er nu 2 schriftlezingen. Ten eerste uit het Oude Testament, Leviticus 8, vers 1 tot 12. En uit het Nieuwe Testament, Lucas 4, vers 16 tot 21. Leviticus 8, vers 1 tot 12 en Lucas 4, 16 tot 21. En Bertie Kanen zal het voor ons lezen. Leviticus hoofdstuk 8. De Heere sprak tot Mozes: neem Aaron en met hem zijn zonen, de kleding en de zalfolie, de jonge stier van het zondoffer, de 2 rammen en de mand met de ongezuurde broden. En roep heel de gemeenschap bijeen bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Toen deed Mozes wat de Heer hem geboden had
en de gemeenschap werd bijeengeroepen bij de ingang van de tent van ontmoeting. En Mozes zei tegen de gemeenschap, dit is het woord dat de Heere geboden heeft te doen. Daarna liet Mozes Aaron en zijn zonen naar voren komen en waste hen met het water. Ook deed hij hem het onderkleed aan, bond hem de gordel om en trok hem het bovenkleed aan. Verder deed hij hem de efod aan, maakte die vast met de kunstige band van de efod en bond hem die om. Vervolgens bevestigde hij de borsttas erop en deed de Urim en de Tumim in de borsttas. Daarna zette hij de tulband op zijn hoofd en bevestigde aan de voorkant van de tulband de gouden plaat, de heilige diadeem, zoals de Heere Mozes geboden had. Toen nam Mozes de zalfolie en zalfde de tabernakel met alles wat daarin was en heiligde ze. Hij sprenkelde daarvan 7 keer op het altaar en zalfde het altaar met alle bijbehorende voorwerpen, het wasvat en het bijbehorende voetstuk, om dat alles te heiligen. Vervolgens goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron en hij zalfde hem om hem te heiligen. Lucas 4, vers 16 tot en met 21. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezicht vermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagogen waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Dank u wel. Dan wil ik graag de jongens en meisjes even naar voren hebben. Dan zullen we samen het hebben over waar het in deze dienst om gaat. Kom maar naar voren. Laat jullie dames staan. Zo. Kom maar. De overpapa komt ook mee. Die is nog jong genoeg om erbij te horen. Goed, waar het vanmorgen over gaat, is weer over het werk van de Heilige Geest. Jullie kennen dat plaatje inmiddels wel wat op de katheder staat. Hè? Jaarthema, kom, o Heilige Geest. Wat wou je zeggen? Nu al, je weet het zeker. Goed zo. Vanmorgen gaat het over het bijzondere werk van de Heilige Geest en dat heet... Nou, dat moeten jullie zelf maar even raden. Ik heb wat meegebracht om het jullie te laten zien. Durft iemand te zeggen wat het is? Lijkt op tandpasta, ja, maar... Zalf, ja, precies. Het gaat om zalf. En vanmorgen gaat het om de zalving van de Heilige Geest. Zalf gebruik je, ja, waarvoor? Ja. Voor als je ergens een bultje hebt of zo, ja, dan wordt het zachter van, hè? Een droge huid. Als je een droge huid hebt, bijvoorbeeld, ja. En misschien nog iets zalf, hè? Als je het kom open doet, wat zeg je dan als je ruikt? Stinkt. Verkeerde. En jij, wat zeg jij? Lekker. Lekker, zie je wel. Daar moet je een meid voor zijn natuurlijk. Dat zei de expres, dat weet ik al. Nee, oh, je vindt het echt stinken. Oké. Okay. Nou, nu hadden ze vroeger niet deze zalf, maar zalf in een flesje, zalfolie. Maar dat vond ik een beetje link om dat mee te nemen, kon ik ze gewoon niet vinden. En dat deden ze niet op hun huid, maar dat goten ze zo op het hoofd. En daarmee werden priesters, koningen en profeten gezalfd. Dus daar gaat het vanmorgen over, over de zalving met de Heilige Geest. Wat betekende dat? Dat ze helemaal aan de Here werden toegewijd. Dat heel hun leven, zeg maar, was om voor de Here te werken. Als priester in
het heiligdom, in de tempel bijvoorbeeld, als koningen om te regeren zoals de Heere God dat wilde, en als profeten om te vertellen over de Heere. En dat is het werk van de Heilige Geest, dat hij ons leert om helemaal voor hem te leven. Toegewijd heet het wel, toegewijd aan de Heere. Daar gaat het vanmorgen over. Jullie mogen weer gaan zingen, gaan zitten, dan gaan we een kinderlied zingen, en dan mogen jullie denk ik naar de zondagschool. Ik kon geen kinderlied vinden over zalven, dus ik heb er een over 1 Petrus, over die metselaar, dat geestelijke huis. Dus we zingen 4:36, kijk daar een metselaar, hij bouwt een huis van steen. Alle stenen netjes naast elkaar, een huis voor iedereen. 436 gaat over wat de Heilige Geest ook doet, het bouwen van de gemeente tot een geestelijk huis. Voordat we gaan luisteren naar de Bijbel, zingen we samen lied nummer 203, vers 1 en 4. En gaan de kinderen naar de zondagschool. Lied nummer 203. Kijken. Mijn hart wacht stil op u, o Heer. Uw komst verwacht ik meer en meer. En vers 2, even kijken, 4. Ik roep u. Ik smeek vol ongeduld, o Geest, als gij mijn leven vult. Lied 203, 1 en 4. En dan zijn er de collecten die ik u mag aanbevelen. De eerste collect is voor de christelijke gemeente Bunde Meersen. En de tweede voor het evangelisatiewerk. De Heere zegen u en uw gaven terwijl we zingen. 203, 1 en 4.
Het thema voor deze morgen is de zalving van de Heilige Geest. En het gaat over de Heilige Geest als de geest van Christus. Want Christus betekent namelijk gezalfde. Dus de Heilige Geest als de geest van Christus, de gezalfde. Ik wil iets zeggen over zalven als het symbool van de Heilige Geest. Priesters en koningen en waarschijnlijk ook profeten in het Oude Testament werden gezalfd. Dus daar wil ik wat meer over zeggen, wat zalving in het Oude Testament betekende en hoe dat in zijn werk ging. Dan over het Nieuwe Testament en met name Christus zelf als de gezalfde en zijn werk. En tenslotte over de Christen als gezalfde, dus over ons gaat het dan. Dus zalven als het symbool van de Heilige Geest, zalving in het Oude Testament, iets over Jezus Christus, de gezalfde in het Nieuwe Testament en de Christen als gezalfde. Dit is iets over het zalven als symbool van de Heilige Geest. We hebben het samen gelezen en het moet indrukwekkend geweest zijn hoe Aaron als eerste hoge priester van Israël werd gezalfd. Hoe hij werd gewijd met zijn zonen als priesters om in het heiligdom in de woestijn werkzaam te zijn. We lezen dat ze een 24-7 baan hadden. 24 uur per dag, 7 dagen per week. En ze moesten allereerst ook een week lang dag en nacht bij dat heiligdom blijven als symbool voor hun dienst die werkelijk volledig was. 100% of meer dan dat. Dag en nacht, 7 dagen lang. Het was dus een wijding voor een levenslange dienst aan de Heere en dienst voor het volk. We lezen in Exodus, het tweede Bijbelboek, over de bouw van het tentheiligdom, de tabernakel zoals die wel wordt genoemd, of tent van ontmoeting, na de uittocht uit de slavernij van Egypte en op weg naar het beloofde land Kanaan. Vrij waren ze om God te gaan dienen. Maar de vraag was, hoe? En daarom gaf God hen de 10 geboden bij de berg Horeb als samenvatting van wat hij graag wil. Samenvatting van de liefde die God van ons vraagt. De wet wordt vervuld in liefde, zoals u weet. We hebben dat ook weer van Petrus gehoord. En andere wetten en voorschriften voor een heilig leven. De tabernakel, de tent van ontmoeting, werd gebouwd in de woestijn en er werd onderwijs gegeven over het dienen van de Heer. Er staan Exodus en Leviticus vol mee. Dienen van de Heere voordat ze in Kanaan waren en druk bezig waren met de opbouw van het land, eerst hoe het moest leven met de Heere God in vrijheid. Ik vind het ook wel een beetje een beeld van de zondag, zeg maar. Hè? Voordat de werkweek begint, even een dag stil, de rust om God te ontmoeten, om van Jezus te horen en ons opnieuw aan hem toe te wijden en dan aan het werk of aan de studie of overal waar we mee bezig zijn. Toewijding aan God, dat is het werk van de Heilige Geest, zoals jullie jaarthema is. Vanmorgen dus zalven en gezalfd worden als symbool van de Heilige Geest en zijn werk. We vinden dat al in het Oude Testament meer symbolisch en verborgen, want daar werden alleen bijzondere personen gezalfd, priesters, koningen, profeten. Maar we lezen in het Oude Testament en naarmate het Oude Testament vordert steeds meer over de Messias. En letterlijk betekent dat gezalfde, Hamashiach in het Hebreeuws. Dus dat geeft al aan, zijn naam geeft al aan hoe belangrijk die zalving was, de Messias. 100% gewijd aan God. In het Nieuwe Testament treedt Jezus Christus meer op de voorgrond en wordt het meer zichtbaar. En ook Christus betekent gezalfde. Christos, het Grieks. Dus ook zijn naam, de naam Jezus, zaligmaker zoals we weten, redder. Maar Christus is ook gezalfde. Dus zowel de Oud-Testamentische naam, de Messias, als de Nieuw-Testamentische naam van Jezus. Letterlijk gezalfde. En uiteindelijk,
de hele gemeente. En ik denk dat dat altijd al de bedoeling geweest is. Want als Petrus het heeft over een koninklijk priesterschap, hè, die twee ambten die gezalfd werden speciaal, noemt hij de gemeente zo, een koninklijk priesterschap. Maar dat is een citaat uit het Oude Testament. Dus ik denk dat God het altijd al bedoeld heeft. Ik denk dat God zo ons geschapen heeft. Om zo voor hem helemaal te leven. Ja, dat is hartstikke fout gelopen. Maar daarom is dat wel Gods diepste bedoeling geweest. En blijft dat, denk ik, Gods diepste bedoeling. En het is mooi dat gelovigen christenen worden genoemd. Dat begon, zegt Handelingen, in Antiochië. Daar werden ze voor het eerst christenen genoemd. En dat zal waarschijnlijk smalend bedoeld zijn, zo van die christenen, die Christusmensen, zeg maar, hè, die bij Christus horen. Maar christenen betekent dus ook gezalfden, als je de letterlijke betekenis van het woord neemt. Christenen, Christusmensen, gezalfd door de Heilige Geest. Allereerst maar de vraag, hoe ging dat zalven in zijn werk en waarmee werd die zalving verricht? Ook dat staat uitgebreid in de Bijbel, in Exodus, Exodus 30 om precies te zijn. Daar staat over de heilige zalfolie. Exodus 30 vanaf vers 22. Daar staat, de Heer sprak tot Mozes, hij heeft dat zelf dus ook aan Mozes verteld allemaal. Wat u betreft, neem voor uzelf de beste specerijen, 500 sikkel vloeibare mirre, en half zoveel ervan, dus 250 sikkel geurige kaneel, 250 sikkel geurige kalmoes, 500 sikkel cassia, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom en een hin, bepaalde hoeveelheid olijfolie. U moet daarvan een heilige zalfolie maken, een zorgvuldig bereid mengsel, werk van een zalfbereider. Dus het was niet zomaar olie, dat was echt het beste van het beste wat er was. Het kostbaarste wat er was. Ik loop het even langs om jullie een idee te geven. Mirre is een hars, een vloeibare hars van een klein struikje. Die het mooist groeit in Jemen, in de Hadramout-woestijn. In een heel droge omstandigheden. En als je de bast zeg maar stuk maakt, komt daar hars uit, vloeibare hars. En dat is mirre. En dat werd door de Arabieren naar het Midden-Oosten verder gebracht. Geurige kaneel is niet de kaneel die wij zeg maar op ons eten doen, maar dat is wel een andere kaneelsoort en dat kwam van Ceylon. En werd door de Feniciërs, Libanezen zouden wij zeggen, ook naar het Midden-Oosten gebracht. Heel iets bijzonders, geurige kaneel. Daarom staat er niet zomaar kaneel, maar geurige kaneel. Dus dat is een andere soort, een specerij. En dan kalmoes, een andere specerij, oorspronkelijk uit India vandaan, maar werd toen ook al wel in Arabië en Syrië verbouwd. Cassia is ook iets van de kaneelboom, als ik me goed herinner, de bladeren van de kaneelboom. Een andere specerij. En dat alles moest dan opgelost worden, zeg maar, in olijfolie, om er een vloeibare olie van te maken, zodat die gegoten kon worden. Ja, en dan praat je over waarde. Duizenden euro's, denk ik, als je over een liter praat. Iets in de buurt van rozenolie. Ik weet niet of u iets van rozenolie weet en hoe dat bereid wordt. Dat is hartstikke duur. Dus het was echt het kostbaarste van het kostbaarste. Van de hele wereld, zou ik zeggen. De hele toenmalig bekende wereld. Wat voor die zalfolie werd gebruikt. En er waren mensen, dat was hun vak, zalfbereiders. Ze heette in de klassieke Statenvertaling ook wel apothekers. Ze maakten waarschijnlijk ook medicijnen. Die dat klaarmaakten. Er moest heel wat mee gebeuren voordat je die hars en al die spullen bij elkaar tot die heilige zalfolie wordt te bereiden. En het was dus exclusief. Het werd alleen gebruikt om priesters en koningen en profeten te zalven. Het mocht nergens anders voor gebruikt worden. Exclusief. En zo is dat het symbool van de Heilige Geest. Exclusief. Hij is de enige die mensen kan toewijden aan God. En niet alleen mensen werden gezalfd, maar ook de tabernakel, de tent van ontmoeting werden gezalfd, zodat ze allerheiligst waren. Het woord heilig komt heel vaak terug. Dat betekent eigenlijk apart gezet. Apart gezet voor de dienst van God. En ook Aaron en zijn zonen werden gezalfd en daarmee geheiligd. Apart gezet,
gewijd als priester voor de dienst van God. Kostbaar dus, geeft het aan, die zalfolie. En het gaf ook een heerlijke geur. En dat is ook iets, Israëlieten gebruikten de zalfolie ook voor feestelijke gebeurtenissen, zeg maar. Niet deze zalfolie, maar in het algemeen. U zalf mijn hoofd met olie, staat er in Psalm 23. Dus dan is er feest. Dus dat zit er ook in, een heerlijke geur, zoals je voor een feestje of als je uitgaat parfum opdoet als vrouw, klein beetje kostbaar. Nou, dat is ook iets van dat beeld van die zalving van de Heilige Geest. Een heerlijke geur, iets feestelijks, iets moois, aangenaam staat er vaak. Leviticus, waar we uit lezen, is het priesterboek, genoemd naar de stam van Levi. En die stam van Levi was ook apart gezet voor de dienst van God. Dat was de stam waaruit de priesters kwamen en die helemaal bezig waren in dat heiligdom. Die hoefden geen andere dingen te doen, maar werkten voor God. En in dat boek Leviticus lezen we over de offers en de reinheidsvoorschriften, ook over de grote verzoendag en over de feesten. En een belangrijk onderdeel van het boek is de wijding van Aaron tot hoge priester en van zijn zonen tot priester. Hun taak was om offers te brengen tot verzoening en schuld van schuld en tot reiniging van zonde en ziekte. En een tweede taak was onderwijs in het dienen van God en voorgaan in de vreugde van de feesten. We volgen even Leviticus 8 op de voet. Die zalving van de hoogpriester. Hoe ging dat in zijn werk? De Heere sprak tot Mozes: neem Aaron en met hem zijn zonen, de kleding en de zalfolie, de jonge stier van het zondoffer, de twee rammen en de mand met de ongezuurde broden. En roep heel de gemeenschap bijeen bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Iedereen werd erbij geroepen. Het gebeurde dus echt in het midden van de gemeente, in het midden van het volk, zodat ieder zou weten: dit zijn de mensen die God aangesteld heeft en gewijd heeft om tussen hem en het volk te bemiddelen en de offers te brengen en het volk voor te gaan in de dienst van God. En ik zal even vooruit te denken toen ik jullie gemeentegids las naar 13 april beleven wel eens, en als de kerkraadsleden bevestigd zullen worden. Daar zit wel een link, denk ik, tussen die zalving in het midden van het volk, hier midden van de gemeente. Bevestiging van Amstravers heeft ook iets met de Heilige Geest en met zijn zalving te maken. En het symbool bij ons in de kerk is de handoplegging. Dat is eigenlijk het symbool van de zalving met de Heilige Geest. Even vooruitlopen naar wat we hopen dat er gaat gebeuren. We lezen in Leviticus 8 dat ze gewassen werden, Aaron en zijn zonen. Vers 6, daarna liet Mozes Aaron en zijn zonen naar voren komen en waste hen met het water. En ook dat ritueel is helder. Water, ook bij de doop, symbool van reinigen, van zuiveren, helemaal schoonmaken. En helemaal nieuw, die kleren, die kleding voor het ambt, was nieuw. Het was echt iets nieuws wat God aan Israël gaf. Dat er mensen waren die konden bemiddelen tussen God en ons. Bemiddelen van heil en heling tussen God en het volk. Helemaal nieuw. De onderkleed, gordel, bovenkleed. Daarna werd hem de efod omgehangen, het speciale priestergewaad. En daar was een borsttas, hing op zijn borst. Daarin zaten de stenen Urim en Tumim om de wil van God te kennen. En op die borsttas 12 edelstenen met de namen van de stammen van Israël. Dus de hoge priester droeg het volk letterlijk op zijn hart met die 12 edelstenen op die borsttas. Dan had hij op zijn hoofd een tulband met daarvoor een heilig diadeem van goud. En er stond op de heiligheid van God of heiligheid aan God, gewijd aan God. En toen nam Mozes de zalfolie, vers 10, en zalfde de tabernakel, de tent van de boenen, met alles wat daarin was en heiligde ze. Hij sprenkelde daarvan 7 keer op het altaar en zalfde het altaar met alle bijbehorende voorwerpen, het wasvat en het bijbehorende voetstuk, om dat alles te heiligen.
Vervolgens goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron. En hij zalfde hem om hem te heiligen. Zalfolie overvloedig op het hoofd van Aaron en op alle voorwerpen die daarmee bestemd waren voor de dienst van God. Maar, dat hebben we niet gelezen, maar als je verder leest in Leviticus 8, maar er werden ook offers gebracht. Ook bij de wijding van de hoge priester en zijn zonen werden offers gebracht. Een jonge stier als zondoffer om hun eigen schuld en zonde te verzoenen. Het waren zelf ook zondige mensen. Een ram voor een brandoffer. En een brandoffer werd totaal geofferd. En daarmee werd gesymboliseerd dat de schuld totaal weggenomen was. Maar het was ook een verheerlijking van God. Dat het alles voor hem was. En ook vaak staat erbij dat het een aangename geur was. Weer, ja, dat aanbidding, zeg maar. Geur van aanbidding. Helemaal gewijd aan God. Vergeving en verheerlijking. Aaron was zelf geen mens beter dan anderen. Een zondig mens. En zijn zonen ook. En ze hadden zelf verzoening nodig en reiniging. En staat er ook nog een tweede ram voor een wijdingsoffer. En ze legden hun handen op de kop van het ram om daarmee dat van hen was over te dragen op het dier. En nadat Mozes de ram geslacht had, deed hij bloed op hun oorlel, op hun duim en op de nagel van de grote teen. Om daarmee te symboliseren dat ze goed moesten luisteren naar God, hun oren als het ware bijzonder geheiligd, dat hun handen, hun handelingen heilig moesten zijn en ook hun wandel, zeg maar handelen en wandelen hebben wij het nog over, hè? Dat gaat over een mens. Dus wat ze doen en waarin ze gaan en luisteren. De drie belangrijkste dingen, symbool van de reinigende werking van de geest ook zo op ons leven, dat we zuiver horen naar God, naar elkaar. Dat wat we doen geheiligd is en ook dat onze voeten waar we gaan in de wegen van God zijn. En wat er geofferd werd bij dat wijdingsoffer was het vet. En wij kunnen ons dat wellicht niet meer voorstellen, maar in het Midden-Oosten is dat het heerlijkste wat er is. Hè? Dat is het beste van een dier, het vet. Dus het beste van het beste werd ook bij dat wijdingsoffer gebruikt. Rechter achterbout staat er. En ongezuurde broden. Ik denk iets van het dagelijks leven. Brood heb je elke dag nodig. Als weer dat symbool van elke dag. Het was een beweegoffer, een wijdingoffer van de hoge priester en zijn zonen. En die zalfolie werd met dat bloed van het offer gemengd en zo gesprenkeld over de hoge priester, zijn zonen en het altaar. En die twee dingen samen is misschien wel het mooiste. De zalfolie als symbool van de Heilige Geest en het bloed als symbool van het werk van Christus. Daar heb je ze als het ware samen bij elkaar. De Heilige Geest en de Messias, Jezus, de hoge priester bij uitstek, zoals we hem kennen uit het Nieuwe Testament, en zoals de Hebreeënbrief daar helemaal over gaat, hoe al die offers en alles wat er was aan symbolen vervuld zijn in Jezus Christus, de Messias. En als we bij die offers stilstaan, dan denken we ook weer even aan dat het vandaag een lijdenszondag is. We leven in de lijdenstijd, de 40-dagen-tijd, noem het ook wel de tijd voor Pasen. En we leven naar Goede Vrijdag en Pasen toe. En denken daarbij speciaal aan het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Omdat het centraal staat in ons geloof. Dus ook bij de wijding van de hoge priester en zijn zonen werd er offers gebracht. Om daarmee aan te geven dat wij nooit zonder dat bij God kunnen komen. Maar het mooie is dat God dus zelf geeft wat we nodig hebben. Zijn zoon Jezus Christus, die geleden heeft, gestorven is en opgestaan is
uit de doden. Altijd hoort dat er weer bij, komt dat er weer bij, maar is er ook de vreugde dat er een offer is, dat er vergeving is. De lijn naar het werk van Christus, verzoening, maar ook de zalfolie, aanbidding en toewijding. De Messias in het Oude Testament, de gezalfde. Priesters en koningen en profeten moesten eigenlijk voorbeelden zijn. En daarom werden ze gezalfd, speciaal gewijd. Voorbeelden voor Israël en de volkeren om te zien hoe God gediend wilde worden en hoe God naar mensen toekomt. Maar naarmate we verder zijn in het Oude Testament zien we hoe, ja, we zouden met eerbied zeggen, hoe het God eigenlijk steeds bij de handen afbreekt. Het loopt altijd weer mis. Koning David, zo'n kerel, maar. En vele andere koningen, ze deden wat kwaad was in de ogen van de Heer. Dus hoe verder we in het Oude Testament komen, hoe meer we lezen over de Messias. De gezalfde die komen zal als de volmaakte. En het werd ook steeds duidelijker dat dat nodig was. Dat er maar één ander kon komen die volmaakt zou doen wat God bedoeld had. De Messias. De gezalde die God werkelijk zichtbaar maakt, die echt kon bemiddelen tussen God en mens, die mensen tot God kon leiden. En daarom is het beeld van de Messias ook een hoge priester. Maar iemand die zelf geen verzoening en offers nodig had, maar offer is geworden. Dus er zijn er heel wat gedeelten in het Oude Testament die, zoals we dat zeggen, messiaans uitgelegd kunnen worden. Die hebben een tweede of een derde laag. Dat gaat dan niet meer over Israël, maar het gaat over de Messias die komen zal, zoals in Psalm 40. Zie, ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven om u welbehagen te doen. Brandoffers en offers hebt u niet gewild. Uiteindelijk kunnen die offers dat niet doen. Dan moet er iemand komen die volmaakt Gods wil vervult. En zo wordt langzamerhand in het Oude Testament het beeld van de Messias zichtbaar. Vervuld in Jezus Christus, de gezalfde door de Vader. Ik geef er twee voorbeelden van, om het helder te maken. David, de koning, die gezalfd werd door de profeet Samuel. We lezen daarvan in 1 Samuel 16. Samuel 16, ik zoek het even op. 1 Samuel 16, vers 11 tot en met 13. Samuel de profeet is bij Isaï, de vader van David, en er zijn 7 zonen langsgekomen, maar God zegt dat zijn ze niet. Toen zei Samuel tegen Isaï, zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen, want we zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde Isaï een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Dat is mooi om daar even een streepje op te zetten. Hoe hier zeg maar het symbool, de zalving, Samuel die zalft David tot koning, gevolgd wordt door de vervulling van de Heilige Geest. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Dan heb je het symbool zeg maar en de vervulling heel dicht bij elkaar. We weten dat David ook niet de ideale koning was. De Bijbel is er heel eerlijk over. Hoe het met David ging. Hij had ook zonde en gebreken. Maar hij was wel een beeld van de Messias, die de zoon van David werd genoemd. De zachtmoedige koning die op een ezel Jeruzalem binnenreed en zich liet verhogen aan een kruis. Nu zal de zoon des mensen verheerlijkt worden, zei hij zelf. En het opschrift boven het kruis was Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. David bedoeld als de ideale koning, maar uiteindelijk beeld van de Messias die komen zou. Of
lezen we van Jesaja, een profeet, die ook over zalving spreekt. Jesaja 61, de eerste drie versen. Jesaja 61, waarboven staat het jubeljaar van de verlossing. Een profeet die zegt: de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Jesaja 61 vers 1. Dus ook hij heeft het over dat hij gezalfd is door de Heere. Gezalfd om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten. Dat is wat Jesaja zegt. De geest van de Heere, Heer is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. En zo komen we bij Lucas 4, wat we gelezen hebben aan het begin. Want uitgerekend die tekst, Lucas 4, past Jezus op zichzelf toe, als hij in de synagoge van Nazareth staat. Lucas 4, vers 16. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge en er stond op om te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En wat leest Jezus? Vers 18 en 19. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Gezalfd. Waartoe? Om een blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen. Dat is waarvoor Jezus kwam, om dat te verkondigen. Zachtmoedigen mensen die het niet om zichzelf gaat, die het niet om eigen eer gaat, maar wel om Gods eer en het behoud van anderen. Nou, wat is die blijde boodschap? Nou, de zachtmoedigen zullen de aarde beërven. De brutalen hebben de halve wereld, zeggen we wel eens. Nou, zeg ik, dan is de andere helft altijd nog over voor de rest. Maar uiteindelijk zullen de zachtmoedigen de hele aarde beërven, krijgen. Dat is de blijde boodschap aan zachtmoedigen. Jezus zegt: hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Mensen die gebroken van hart zijn vanwege hun eigen leven. Wat zitten er in breuklijnen in levens, in harten, vanwege onze zonde, onze schuld, onze schaamte. Maar ook als we om ons heen kijken naar Gods schepping, naar Gods wereld, wat er allemaal niet aan de hand is. Gebrokenen van hart. Jezus gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om dat weer heel te maken, om dat één te maken. We hebben het gezongen uit Psalm 86, maak mijn hart één. Eenvoud, dat betekent dat het weer één is, helemaal, zoals het moet zijn, om te verbinden gebrokenen van hart. En om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Wat kunnen mensen vastzitten? Wat kunnen wij vastzitten aan geld en goed, aan foute opwellingen uit ons hart, uit onze gedachten? Wat kunnen mensen vastzitten aan hun verleden soms, waar ze niet los van komen? Fouten die gemaakt zijn, mensen die zich maar niet kunnen vergeven dat ze dat gedaan hebben. Maar Jezus predikt vrijlating. Dat je vrij mens kunt zijn. Met alles wat er gebeurd is. En nog gebeurt. Dat je daar niet vast aan hoeft te zitten. Dat je vrij mens kunt worden. Daartoe is hij gezalfd. Door de Heilige Geest. En geeft hij die geest door. Om zo ons leven ook vrij te maken. Blinden, opening van het gezicht. Dat we weer kunnen zien waar het echt om gaat. Wie God is, weer kunnen zien om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer. Zeg maar in onze tijd het tijdperk van de geest.
totdat Jezus terugkomt, het jaar van Bunde, zeg ik dan maar even, het jaar van de Heilige Geest, het jaar van het welbehagen van de Heere. Ik weet niet of het opgevallen is, maar Jezus stopt met lezen bij een komma. Hij citeert Jesaja niet helemaal. Hij stopt om te verkondigen het aangename jaar van de Heere. Maar Jesaja zei, de dag van de wraak van onze God. En dat citeert Jezus niet. En ik kan me niet voorstellen dat hij dat per ongeluk heeft gedaan. En dan zijn we weer bij de Lijdenszondag. Want juist Jezus predikt niet die wraak, de vergelding, de rechtvaardigheid van God. Maar hij kwam om die wraak, die vergelding op zich te nemen. Hij heeft die vergelding van Gods toorn gedragen. En weer bepaalt ons dat bij zijn lijden. Jezus Christus, de gezalfde, die, zegt Jesaja, voor de vreugde die hem werd voorgesteld, het kruis heeft gedragen en schande veracht. Wat een redder, wat een koning, deze kruiskoning. En hij zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en zult rust vinden voor je ziel. We laten tenslotte nog even Petrus aan het woord, waarmee we begonnen zijn. 1 Petrus 2, vers 4 tot 6. En zo zijn we in ons laatste punt. Het ging over zalving, het ging over gezalfden in het Oude Testament. Jezus als de gezalfde in het Nieuwe Testament. Ten slotte christenen als gezalfden. Want hoe weten we dat? Dat ook christenen nu gezalfd zijn met de Heilige Geest, gelovigen. Dat is wat Petrus onder andere schrijft. Hij heeft over gelovigen als gezalfden, volgers van Christus de gezalfde. Jezus die de geest heeft ontvangen om die uit te delen. De geest die op Jezus kwam, die duif, weet u wel, toen hij gedoopt werd. En die hij uitdeelt. En daar is het Pinksterfeest het symbool van. Rijk uitdeelt aan 3000 mensen toen als symbool van de hele wereld. Dat iedereen die geest mag ontvangen in rijke mate. De gemeente, zegt Petrus, als een geestelijk huis. En kom naar hem toe, 1 Petrus 2, vers 4. Jezus, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, een heilig priesterschap. Gelovigen, de gemeente als een heilig priesterschap. En die lijn geeft aan dat dus de zalving van de Heilige Geest voor elke gelovige is. De vervulling met de Heilige Geest. Een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen. Ook het woord offer komt hiervoor niet veel in het Nieuw Testament. Maar ook hier geestelijke offers, dat betekent onszelf toewijden aan hem. Onze ogen, onze oren, onze handen, onze voeten, handel en wandel. Geestelijke offers. God welgevallig door Jezus Christus, door Jezus de gezalfde. En wie in hem gelooft, wordt niet beschaamd. Daar ben je ons bang voor dat het fout zal gaan in je leven. Grote woorden. Maar wie in hem gelooft, wordt niet beschaamd. Ik kom nog even terug op dat wijdingsoffer. Dat intrigeert me, ik ben er ook nog niet uit, dus als jullie suggesties hebben, sta ik daar open voor. Waarom nou een wijdingsoffer? Hè? Kijk, een zondeoffer kan ik me voorstellen, het was de schuld van de priesters. En dat brandoffer is ook vergeving, zeg maar, en aanbidding. Maar waarom nu eigenlijk een wijdingsoffer? Waarom moest nu een offer gebracht worden voor die wijding? Ik denk dat
waar het om ging, dat het een beetje aangeeft, het vet, zeg maar, hè, van de dieren, van die ram, dus het kostbaarste, het lekkerste. Dus dat het bij weide gaat om, ja, ook hier het beste is nog niet goed genoeg, echt het beste van wat wij hebben aan gaven en kwaliteiten voor de Heere God, hè. Met die broden, er werd een ongezuurd brood genomen, dat was het eten van de priesters, het voedsel, elke dag nodig, zit ik aan te denken. En we lezen dat Mozes dat hun op de handen legde, dus ze kregen dat in handen, Aaron en zijn zonen. Daarom heet het in het Hebreeuws een vuloffer, dus hun handen werden gevuld met dat vet en met dat brood. En dan deden ze dat omhoog naar de Heere God. Daarom heet het ook wel een beweegoffer. Dat ze het bewogen om het als het ware aan God te laten zien. Misschien zit daar dan het symbool in. Hè? Dat ze zelf als het ware lieten zien aan God. Het beste wat ik heb is uiteindelijk voor u. Dat er daarom dus ook een wijdingsoffer werd gebracht. En daarna werd het wel verbrand. Helemaal verbrand om het ook... Ja, helemaal aan God te geven, denk ik dan. Nou, denk maar eens mee. Jullie hebben nog een heel jaar dat je mee bezig bent met de Heilige Geest. En ik mag in oktober weer een keer komen, dus dan hoor ik het antwoord wel. Maar mijn mailadres is ook bekend. Een wijdingsoffer, dat vind ik wel heel mooi. Er staat ook ergens in Romeinen iets over een offer. Romeinen 12. Vers 1, ik roep u dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Dus uw lichamen, uw leven aan God wijden, komt het woord wijding ook weer voor, als een levend offer. Heilig, apart gezet zeg maar, en God welbehagelijk. Uw redelijke godsdienst, uw godsdienst volgens het woord. En wordt niet aan deze wereld gelijkvorm, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is. Daar komt ook iets van dat offer. Offer van toewijding zou je kunnen zeggen. Het levensdevies van Calvijn, Johannes Calvijn, was terar. Dum prosim, en dat is Latijn voor ik mag verteerd worden als ik maar nuttig ben. Dat geeft ook een beetje, denk ik, datzelfde aan. Ik mag verteerd worden, gebruikt worden als ik maar nuttig ben. Samenvattend het geheel via 1 Petrus 2 vers 9. Nog een keer. Maar u bent een uitverkoren geslacht. De gemeente. Een koninklijk priesterschap. Hij combineert die twee. Koningen en priesters zijn beide, zeg maar. Koningen, priesters, een koninklijk priesterschap. Een heilig volk, apart gezet. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Dus helemaal van God. En helemaal voor God. Opdat, en daar heb je de profeet, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is het doel van de gemeente, dat koninklijke priesterschap. Opdat wij allemaal verkondigers worden, als het niet anders kan met woorden, zei iemand, dus met daad en woord van de deugden van hem, van God, Jezus Christus, die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gezalfd door de Heilige Geest, tot profeet om dat te doen. Gezalfd tot priester. Bemiddelen voor de wereld, zou je kunnen zeggen. De gemeente die tussen God en mensen in kan staan. Die mensen bij Jezus brengt, want daar moeten ze uiteindelijk zijn. Maar die ook heling kan brengen tussen mensen. En heling bij mensen zelf. De gemeente als volger van Jezus ook zo bemiddelen mag. En als koning, om koninklijk te leven, iets van het beeld van Jezus te laten zien. De koning, volgelingen van Jezus Christus, de gezalfde. Amen.
Er is één psalm die gaat over die zalving van Aaron. Dat is psalm 133. En dat is nummer 34 uit de bundel Op toonhoogte. En die willen we nu gaan zingen. Nummer 34 uit Op toonhoogte, psalm 133, vers 1 en 3. En het is mooi dat de psalmist daar die zalving verbindt met de liefde. Psalm 133, 1 en 3.